Anderhalf uur voor de wedstrijd is Sporthal de Eendracht al helemaal volgelopen met supporters uit Nijenveen. En natuurlijk ook met de meegereisde supporters uit Delft. En ook aanwezig Jannies de Groot, die vanwege een blessure gestopt is met korfbal. Voor mezelf twijfelde ik al wel de laatste 2 jaar van moet ik wel doorgaan. De belasting is natuurlijk wel hoog, je traint wel vaak. Nu dan door mijn knie gegaan. Nou, geopereerd, kom je weer terug, begin je weer met trainen. En dan ga je weer door je knie. En dat zet je wel aan het denken. Over 20 jaar wil ik ook nog gewoon alles kunnen doen wat ik wil. En daarbij, als ik dan kijk naar volgend jaar, als je en gaat trainen en werken en krachttraining ernaast doen. Want je moet je knie gewoon sterk houden. Dat wordt mij op dit moment even te veel. Dus ik wil voor mezelf gewoon even een jaar sowieso rust nemen om te zorgen dat mijn knie goed herstelt. En dan zien we dan wel weer verder van wat we gaan doen. En dan naar de wedstrijd. Het staat inmiddels 11-5 in het voordeel van DOS 46. We zien hier een prachtige score van Peter Lagerweg. En hij brengt de marge op 7 doelpunten. DOS 46 speelt superieur in die eerste helft. Verdedigt heel erg scherp en speelt vaak de snelle aanval. Christel Meijer, Kasperboom van afstand. En dan staat het 13-5. Fortuna probeert af en toe wat terug te doen. Arjen Tijl op Marien Ekelmans. Hij mist. Geeft opnieuw de mogelijkheid aan Arjen Tijl. En nu is het wel raak en hij scoort 1 van zijn 2 treffers in deze wedstrijd. Maar voor de rest is het DOS 46 wat de klok slaat. Mooie dubbele 1-2 hier tussen Mirjam de Klein en André Kuipers. En het is Mirjam de Klein die scoort en brengt het verschil dan al op 8 treffers. Marcel Segaar mag dan iets terug doen uit een strafworp. En dan zien we even later een mooie doorloopbal van Kasperboom. En dan staat het 15-7. Opnieuw balbezit voor DOS 46, kort voor de rust. Poging hier van Tess de Jong. 16-7. En dat is natuurlijk een enorme voorsprong voor de ploeg uit Nijenveen. Marien Ekelmans mag er nog iets terug doen. En zo wordt de rust bereikt bij een stand van 16-8 in het voordeel van DOS 46. Maar in die tweede helft zien we plotseling een wat andere wedstrijd. DOS 46 krijgt het lastig en brengt Fortuna terug in de race. We zien een score hier van Denise Bezemer. En dan brengt ze de stand op 18-13. Even later opnieuw een aanval voor Fortuna. Thomas Rijgersberg, ingevallen inmiddels voor Arjan Tijl. Via Denise Bezemer komt de bal bij Marien Ekelmans. En dan bedraagt het verschil nog maar 4 treffers, 18-14. DOS probeert wanhopig iets terug te doen. Krijgt hiervoor ook de gelegenheid, overtreding op Kasperboom. En een strafworp voor Peter Lagerweg. En dat weet hij feilloos te benutten. En dan is het verschil 5 doelpunten. Fortuna scoort dan 3 keer op rij en dan staat het plotseling 19-17. En dan wordt het ongemeen spannend in Nijenveen. Kasperboom, ja natuurlijk hij. Hij scoort 20-17 en gooit eigenlijk de deur op slot. Ook al mag Marcel Segaar nog even iets terug doen. DOS 46 wint uiteindelijk met 20-18 met bloed, zweet en tranen. Nou, tranen gelukkig niet, maar wel heel veel bloed en zweet. Het was...